hersencompressiekous zorgt ervoor dat de bloedcirculatie wordt verbeterd. En dat wil je, want je wil je herstel bevorderen om de volgende dag weer aan de gang te kunnen. Dus direct na de inspanning gaat hij aan en dan bij het slapen gaan gaat hij weer uit. Ik gebruik de hersencompressiekous bij heel veel gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens het reizen. In de auto heb ik ze altijd aan. En bij het vliegen, dan heb je helemaal geen vochtophoping in je benen. En normaal gesproken kom je uit een vliegtuig met echt hele dikke enkels. En dat is nu niet. Nou, na het fietsen en na de inspanning, dan doe ik in principe de kousen direct aan om het herstel te bevorderen. Ik kom van de fiets, ik ga mijn hotelkamer in even douchen en dan trek ik ze aan. En dan hoeven ze de hele dag niet meer uit. Ik gebruik de kousen al meerdere jaren. En ja, voor mij is het echt een ideaal hulpmiddel bij mijn sportprestaties. Ik zou niet zonder willen. Het is goed voor het herstel en ja, het is blessurepreventie. En die combinatie denk ik dat het heel belangrijk is. Ik zou de kous aanraden voor heel veel mensen. Het is niet alleen voor absolute topsporters geschikt. Juist ook voor amateurs. Ondersteuning van je herstel. Je kunt weer sneller inspannen. En je hebt minder kans op blessures, wat ook wel erg belangrijk is. En daarnaast, voor iedereen die veel reist, veel staat, daar kan het ook een heel mooi hulpmiddel voor zijn.